Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe episode van Tim zit in een auto met Factorio. Oh, ja, gaat goed. Ik ben nog steeds live op de spoilerstream, want daar doe ik het voor. Om episodes op te nemen. Ik kan het ook gewoon in mijn eentje doen zonder tips of hints. Maar ik denk van ik geef jullie gewoon een stream erbij. En ik kreeg, als je de auto, wacht even, expressie tegen aanrijden, zo. Ik kwam erachter, althans, nou, dankzij de chat kwam ik erachter, dankzij... Oké, eventjes niet oversteken. Nalsonius. Als jij je met je autootje of een beschadigd iets in je netwerk hebt, dan willen deze constructie shit, wil dat graag repareren. I like it. Hoop, gaat goed. Ik kwam van rechts, ik had voorrang. Laat me. Eens even kijken. Wat ik gaan doen. Oh ja. Ik ben robot momenteel aan het craften. Misschien dat je het aan door had. Want die zijn awesome. En toen kwam ik op het IT. Oké. Ik moet het spoor oversteken. Fuck it. Met de auto. Voor je eigen veiligheid. Oké. Misschien dat ik hier puur robots nodig heb om al mijn schade te fixen. Oeps. Oké. Dus, als het goed is heb ik hier ergens... Ga stilstaan jij. Heb ik... Ja. Dat is een beetje cryptisch wat ik zeg. Jij zit echt in de weg. Is dat een heel groot probleem? Nee. Ze kunnen alleen niet tegelijkertijd hier, maar ik denk niet dat het echt voorkomt. Wat ik moet doen is namelijk de... God, ik ga heel cryptisch praten momenteel. Zo. Ja. Dank je. Ik heb 5 logistieke robots. Yay! Hype. Dit was de plek voor batterijen. Heb je serieus alles al in batterijen omge... Oh, wauw. Genoeg capacitors voor het leven. Wat hebben we tekort? Zwavelzuur. Heel veel zwavelzuur. Jullie zitten zeker weer vol. Sorry, benzine. Ik heb je nooit gemogen. Ja, dat is niet echt wel de beste manier. Maar oké. Eens even kijken. Even kijken. Ja. Hij doet het weer. Batterijen maken. Ik heb een beetje veel maximale opslag. Elke zit 5 in. Klopt het een beetje? 595111. Of ik kan die rekenen. Of het klopt niet helemaal. Oh, wacht. Morgen. Omdat het staat nog niet in mijn scherm. Hier. Ik heb er 119. Ja, dat kan beter. Ja, dat klopt. Eventjes mijn wiskunde. Auto repareren. Dus batterijen. Batterijen worden totaal goed geplaatst waar ik ze wil. Fuck, efficiënt. Oh, dat was mijn laatste. Was dat mijn laatste? Damn. Oké. Hey, dat waren er 2. Grappig. Dus batterijen komen aan de andere kant. Nu ik hier toch ben. Ik was hier heus niet tegen aangereden. Ik bedoel, zo'n pro-chauffeur als mij, die rijdt nooit ergens tegenaan. ja, ik kan oversteken. Poink. En dan hebben we hier dus de batterijen en de staal. Wat wij nodig hebben is een vliegend robotframe. Vliegend robotframe heeft staal, batterijen, elektronische squeeze, dammit. En elektrisch motorblok. De motorblokken hadden we. Alleen die elektronische squeeze zit ik een beetje tegen. Hoeveel kost het om die te maken? IJzer en koper. Oké, vooruit. Even een rondje voor jezelf maken. Vooruit. Ik heb er geen zin in. En ik haat de setup zoals ik het nu heb. Maar ik leef ermee. Want ik moet weer van die rode gebruiken. En ja. Motorblokken. Motorblokken worden in het...
ding daar gezet. Die worden omgezet in robot frames. Want voor mij, ja, goed gaat. Ik wou zeggen als het fout gaat, maar dat gaat goed. Dan vervolgens mag ik even mijn arm. Mag ik mijn arm? Dank je. Graag mijn rechter. Sorry. Ik hou van slechte humor. Even kijken. Dat is de reden waarom ik met Sander omga. Nee hoor. Sander weet beter. Zo. Jij? Dus ijzerplaten weer. Ja, die komen daar vandaan. Ik ben een beetje onvoorbereid. Maar dat zijn jullie hopelijk van mij gewend. Zo niet. Wordt dat maar. Hoppakee. Wacht, ik moet alleen ijzer hebben. Zo. En een splitter, zodat we dat door kunnen spelen. Ja, ja. Zo. Deal with it. Het gaat me niet om het feit. Het gaat... Ik weet het. Ik weet dat ik hier koper heb en dat ik dit totaal niet hoef te doen. Maar alsnog, het gaat om het idee. Soms moet je een beetje roleplay hebben, jongens, in het leven. Soms moet je een beetje een Kingdom invite krijgen. Nu blij, jongens. Iedereen weer blij in de chat. Zat altijd het grappen te maken over de Kingdom. Laat me. Even kijken. Oh. Die chest zat vol. Ups. Ik kan wel heel veel chesten maken nu. Perfect. Jij daar. Jij zo praten tegen mij. Met in je eigen bouwwerker staan. Jij zo. Dit is een beetje compactie to the maxi, maar dit werkt. And if it works, it ain't stupid. It is, but still. Jij. Daar. Yay! Gewoon puur voor de los. Ik ga denk ik niet al te veel robotframes nodig hebben. Zowel bij deze. Laat het maar zitten. Laat het maar zitten. Waarom doen we dat niet? Oké. Ik heb even een realisatiemomentje voor mezelf. Waarom wij niet direct... take it easy. Ja. Eentje minder rechts. I knew it. Dat doen. Ik kan het niet uitleggen. Waarom wij niet gewoon dat doen? Want dan kan hij er meerdere tegelijkertijd pakken. Kijk. Dat is nou efficiëntie. Nee, maar alsnog. Het werkt. Dus ik vind het blij. Ik ben blij. Ik vind het dat... Het werkt, oké? Zullen we het daarop houden? Het is nu totaal niet stackable, wat ik normaal altijd wil. Het heeft geen efficiëntie. Het heeft geen meerwaarde. Het ziet er gewoon leuk uit. Het werkt en het staat zoals het staat. Punt. En dan hebben we robotframes. Robotframes kunnen we die robots van maken. Gezien dat je nog steeds van die andere neuk zo je erbij moet hebben, maar zo. Oké, dus we hebben robots. Ik moest eventjes checken of ik mijn opname had gestart. Wow, daar was ik eventjes bang voor dat ik me dit allemaal loop alleen maar te lullen tegen stream. Vind ik ook niet erg. Ik bedoel, alleen lullen tegen stream is ook leuk. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Dus, als ik nu tegen iets aanrijd per ongeluk... Oeps.
Tuurlijk. Dan moet ik reparatiesetjes. Zijn dat deze dingen? Dat dit als reparatie shit. Ik bedoel, we kunnen niet zomaar shit erin plonken, neem ik aan. Wacht, wacht, wat? Fixen ze die shit niet? Geen constructierobot. Logistiek robot. Constructierobots. Ah, oké. Okay. Dat zijn andere dingen. Oh, wauw. En mijn chat zegt het nu ook. Tim, je hebt bouwrobots nodig. Geen logistiek robots. Oepsie. Oh. Die dingen gaan we niet zelf maken. Pff. Daar voel ik me te goed voor. Op naar de sterren en daar voorbij. Oep. Hoppakee. Misschien dat ik maar eventjes een on-demand robot crafting systeem heb. Dat ik gewoon altijd vier heb of zo. Die daar klaar staan. Maar oké. Joink. Constructierobot, ik kies jou. Constructierobot be like, yup, I'm done with this shit. Oké, okay, gaat het met mijn stroom? Hoeveel kost die constructie shit? Kunnen we hier upgrades in doen? Nee, oké. Okay. Oké. Okay. Als ik het goed heb, heb je hier input chests? Ik heb hem iets opgelet. En ik heb weer niet opgelet hoe lang de episode duurt. Althans, hoe lang ik ben begonnen. Dus ik improviseer maar. Oké. Okay. Oh, fuck. Oh, oeps. Robots komen het fixen voor me. I like this. I'm tired of this shit. Oeps. Oh. Wacht, die stacks kan ik daar nog kwijt. Oké, okay, jij daar. Vanaf nu ben jij een input chest. Voor dit systeem. Vanaf nu. Ik weet niet of je het wilt. Ben jij een input chest voor dit systeem? En die kun je er gewoon overheen praten. Wist ik wel. Wist ik wel. even kijken. Zo. Hoppakee. Dus als ik dus nu een... Zo een wil. Ik heb natuurlijk allemaal shit er nu in gegooid. Oeps. Improvisatie. Improvisatie. Zo. Ja. Zie je, daarvoor maak ik al die tijd die slimme chesten. Zodat ik ze als... ik moet echt stoppen met overal tegenaan rijden. Dus als ik nu zeg, hey, opslagchest. Wat? Hoe werkt het dan? Is dat nog onderzoek wat ik moet doen? Vrachtgrootte. Oh, die. Fuck. Aanvraagchest. Actieve aanleverchest. Oké. Okay. Ik weet nog niet helemaal hoe het werkt. Dus ik ga er gewoon vanuit dat het zo werkt nu. Dus voor nu zeg ik bedankt voor het kijken naar deze episode. Ik snap er nog niet heel veel van. Ik denk dat ik nog meer onderzoek moet doen. Maar dat ga ik straks lekker offscreen doen. Althans, voor jullie offscreen, voor de stream onscreen. Ik kreeg daar een reactie over. Het is gewoon onscreen. Onstream. Students. En zie ik jullie dus gewoon de volgende keer weer. Sorry voor de mensen die nu duizelig zijn. Heel vaak. Waar ga ik heen? Daar tegenaan. Sure, why not? We kunnen hem pesten. No, can't touch me. Moi, can't touch this dude, thank me. So hot, that my day. Oh my lord, thank you for blessing me. Oké, okay. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! Nope.